Goedemiddag. Graag informeren we jullie even heel kort over de opzet van een Fries Beheerfonds. Dit is onderdeel van de Friese Landbouwagenda, een prioritair punt. En wij proberen met stakeholders en met diverse andere opgaven binnen onze provincie te kijken hoe we dat voor Friesland kunnen opzetten. We hebben op 3 maart daarvoor een bijeenkomst gehouden. Die was beknopt, zeg maar, met beperkte mensen waren daar aanwezig. En daarom doen we op deze manier een korte terugkoppeling en nodigen jullie van harte uit om bij een vervolgoverleg aanwezig te zijn. Wat willen we bereiken? We willen eigenlijk een Fries Beheerfonds waarmee we echt boeren kunnen belonen voor de lacune die er nu is, dat we meer publiek vragen van een boer dan dat hij eigenlijk zou kunnen leveren. Zodat we ook een manier vinden om provinciaal ook publiek te kunnen gaan betalen daarvoor. Je zou het kunnen noemen een soort ecologiebelasting, net zoals we nu betalen voor de wegenbelasting. We hebben gesproken over de type diensten die daarbij zouden moeten worden opgepakt. En we zien dat breed: klimaat, water, bodem en biodiversiteit, landschap. Als type beloning wordt natuurlijk in eerste instantie gezegd keiharde euro's. Maar met nadruk wordt gevraagd om langjarige duidelijkheid, langjarige contracten. En dan kun je ook denken aan rentekortingen of andere voordelen. Bijvoorbeeld een ontheffing in een bepaalde situatie. Het moet wel goed afgestemd worden met andere beheerregeling. Provinciaal breed en daarmee dus ook op plekken komen waar nu op dit moment nog niks is. Maar waar je wel kijkt hoe je op bepaalde manieren regionaal kunt differentiëren. We zien als mogelijkheid om daarmee echt een stapeling te creëren tussen publiek en privaat. En als vehikel zien we dan dat het werken met kritische prestatieindicatoren een manier is om diensten die je daarmee wilt gaan bereiken te kunnen stroomlijnen. En op die manier kun je ook zorgen dat het niet alleen productgedreven is, maar dat je ook een stapeling maakt met een publieke beloning. De term revolving fund, wat we in eerste instantie hebben gebruikt, is wellicht een beetje zet je op het verkeerde been. Want het is niet de bedoeling dat het geld van de beheerder, dus van de grondgebruiker, weer teruggaat in het fonds. Maar het is bedoeld dat we een fonds creëren die, zeg maar, zoveel mogelijk intact blijft en dus ook altijd beschikbaar blijft. En daarvoor hebben we wel echt een goed fondsverwervingsplan nodig, waar niet alleen publieke middelen van diverse opgaven in terecht kunnen komen, maar ook private middelen kunnen aanvullen, zeg maar. En misschien is inderdaad, denken wij op dit moment, een belastingopbrengst wel een van de grootste mogelijkheden om dit fonds te gaan vullen. Als je dit wilt gaan regelen, denken we dat je dat het beste kunt laten doen en kunt laten aansluiten op bestaande structuren en regelingen. En hoe gaan we nu verder? We werken het samenvatting van deze bijeenkomst uit in een concreet voorstel. En gaan vervolgens alle stakeholders, maar ook alle andere opgaven binnen de provincie Friesland uitnodigen om hierover verder in gesprek te gaan. Om dan vervolgens ook te kijken van, hey, hoe kunnen we nu vaststellen hoe we dit verder brengen en wie kan daarin welke rol vervullen. En we heten jou van harte welkom om daar ook over mee te denken en bij aan te sluiten.